Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelis de Smit Fonds. In deze uitzending van Verder van Toen gaan we terug naar 1986. Op vrijdag 23 maart opent burgemeester De Fesch de eerste lentebeurs Venray Expo op het industrieterrein aan de Henri Dunantstraat. De officiële opening krijgt een internationaal tintje. Ondanks het slechte weer blaast een Zwitsers duo op een 4 meter lange alpenhorens de lente in. Mevrouw de wethouder, geachte standhouders, dames en heren, genodigden. Van harte heet ik u welkom op dit openingsceremonieel betreffende de eerste lentebeurs Expo Venray 1986. Na gedegen marktonderzoek is ons gebleken dat de gemeente Venray, gezien haar centrumfunctie, uitermate geschikt is voor een consumentenbeurs zoals nu gerealiseerd. Wij zijn erg verheugd dat met name de deelnemers uit Venray en directe omgeving goed vertegenwoordigd zijn. Dames en heren, van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik dank te zeggen aan het gemeentebestuur en alle afdelingen die hun medewerking hebben verleend om dit evenement in deze vorm te realiseren. En in het bijzonder de dienst gemeentewerken die op hun vrije dag het terrein van de expo onder leiding van de heer Sassen toegankelijk hebben gehouden. Dank u wel. Eveneens heb ik een woord van waardering en dank aan de firma van Rattingen, welke dinsdagavond door het plaatsen van hun gehele materieel de paviljoens voor stormschade hebben behoed. En last but not least, dank aan u deelnemers van deze expo voor het in de organisatie geschonken vertrouwen. Dan zou ik thans gaande de edelachtbare heer burgemeester willen verzoeken de officiële openingsrede uit te spreken. Dank u. Niet alleen wat aan de grote poets te gaan doen, zoals dat heet. Niet alleen aan een nieuw behang en een nieuw laagje verf te denken. Maar allerlei vernieuwingen en aanschaffingen te willen doen. Waarbij uiteraard iets nieuws om aan te hebben bepaald niet het laatste zal zijn. En juist in deze tijd is het dan van grote waarde dat die meer dan normaal kooplustige consument in de gelegenheid is in een grote overzicht en tentoonstelling kennis te nemen van al hetgeen er aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten op de markt is gekomen. En het is voor leveranciers van groot belang, van vele kanten samenstromende belangstellenden te tonen en te demonstreren hoezeer zij in staat zijn het leven van die consument in aangename zin te veranderen. De opzet van deze beurs en de manier waarop de deelnemers erin participeren staat naar mijn overtuiging garant voor het welslagen. Want de exposanten hebben geen moeite gespaard om zich van hun beste kant te laten zien. En velen hebben kennelijk de ontwikkelingen in hun branche tot het laatste moment afgewacht. Want toen ik hier gistermiddag even een kijkje kwam nemen, was zo ongeveer de helft van de stands nog volstrekt leeg. En dat is nu wel anders, zij het dat ook nu nog mensen aan het inrichten zijn. De Venrayse bezoeker zal tot zijn verrassing vaststellen dat het centrum, waarvan hij dacht het wel te kennen, heel wat meer in huis heeft dan hij wist. En de belangstellenden van buiten, en hopelijk zijn er dat heel veel, al durf ik mij niet aan getalsvoorspellingen te wagen, zullen merken dat Venray's centrum ook voor hen heel veel te bieden heeft.
Maar ik wens u allen in een alle opzichten geslaagde Expo 1986 toe. Zo succesvol dat het voornemen om ze in 1988 nog ruimer van opzet te herhalen werkelijkheid zal kunnen worden. Ik hoop dat we u dan dit terrein daarvoor niet meer beschikbaar kunnen stellen, omdat het dan volledig aan nieuwe industriële vestigingen zal zijn verkocht. Maar dan vinden we gegarandeerd wel een andere geschikte locatie elders in onze gemeente. Dames en heren, ik wens u geslaagde beursdagen toe. En mag ik dan nu proberen te bereiken dat deze expo nu ook daadwerkelijk geopend wordt door deze beide alpenhoerenblazers te vragen met hun niet onaanzienlijk instrument deze lentebeurs in de lente 1986 in te blazen. Ik dank u wel. Met je hengel en je burrum die
dat was beter voor jou en voor Lutje, Broek en mij. La 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 la. Bij ieder gat in zijn leven, zo af en toe wel iets verkeerd. Dan zitten alle dingen tegen. Het lukt niet wat je ook probeert. En zie het soms dan niet meer zitten. Er loopt van alles uit de hand. Ja, dan moet je goed onthouden. En daar kun je op vertrouwen. Eén ding is zeker. Morgen, dan gaat het weer beter. Morgen gaat alles weer goed. Is je misère weer over? Gaat het weer zoals het moet? Morgen, dan gaat het weer beter. Dan is al je verdriet weer voorbij. En morgen, dan kun je weer lachen. Morgen dan zie ik je weer blij. La 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 la. De vele mensen van een moeder. En de verdrietjes van een kind. Soms niet meer weten wat je doen moet. Of het verliezen van een vriend. Ik kon het niet afhouden. Want stil verdriet en diepe droefheid. Die gaan. Bedenk dan altijd. Morgen dan gaat het weer beter. Morgen gaat alles weer goed. Is je misère weer over? Gaat het weer zoals het moet? Morgen dan gaat het weer beter. Dan is al je verdriet weer voorbij. En morgen dan kun je weer lachen. Morgen dan zing je weer blij. La 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 la. Fantastisch! La 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 la. La 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 la. C'est pour ça que je suis là. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tot ziens, tot straks.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds.